Hallo, mijn naam is Cas en welkom bij De Greef. In deze video ga ik jullie de camper achter mij laten zien. Het is de Cabo Crown 760 LXL. Deze camper is voorzien van een ruime zit, middenkeuken en een Frans bed met een badkamer met douche. Alvorens ik iets ga vertellen, kijken we eerst even naar deze mooie beelden. We beginnen bij deze camper hier aan de achterkant. Zoals je kunt zien is hij afgewerkt met een kunststof achterwand waarin de achteruitrijcamera verwerkt zit, het derde remlicht met de letters Cabo en natuurlijk het mooie logo van de Crown serie. Ook is de verkeersverlichting uitgevoerd in LED, evenals de knipperlichten. Kijken we hier aan de zijkant, komen we bij de garage. Deze garage is voorzien van verlichting. En zoals je kunt zien kom je eigenlijk hier onder het bed om wat spullen in op te bergen. De vloer bestaat uit een dubbele bodem, waardoor je de volledige ruimte hebt om hieronder spulletjes in op te bergen. Achter dit kastje daar vinden we de hoge drukpomp, die weggewerkt is. En we kunnen ook zien bij een Cabo dat de radiatoren van de verwarming boven en onder doorlopen tot in de garage. Dus ook de garage is verwarmd. Standaard ook voorzien van een stopcontact 12 en 220 volt. Hier vinden we de aansluiting voor de walstroom. Hier hebben we de uitlaat van de kachel. Hier hebben we de mogelijkheid om twee gasflessen in op te bergen. Het mooie is, er zit een draadsysteem in. Dus op het moment dat de ene gasfles leeg is, dan kun je hem heel makkelijk draaien om hem eruit te kunnen halen. Ook kunnen we zien dat er standaard in elke Cabo camper een lekkageindicator gemonteerd zit. Die zit hier en die ontspoort eventuele ondichtigheden in de leiding op. Ook kunnen we zien dat dit verwarmd is en ook weer geïsoleerd. Aan de onderzijde hebben we wat opbergmogelijkheid met een uitschuiflade met kunststof bakken waar je makkelijk spullen in op kunt bergen. Ook zien we aan de zijkant de kleppen op de leiding zitten, waardoor je elektronisch de watertank kunt legen. Hiernaast vinden we de buitenvulaansluiting voor het water. En hier hebben we nog de mogelijkheid om de watertank te reinigen door te spoelen. Het werkt door middel van Gardena-slangen. Zo. Dan hebben we hier ook de uitrekbare skiladen, ook weer verwarmd en te ondersteunen met een pootje. Ideaal om skis in te doen, zijflappen of eventuele andere spullen. En ook weer voorzien van mooie LED-verlichting. Hier hebben we de vuldop voor de diesel. De hardtal bestuurdersdeur met een elektrische opstap. Het mooie bij een Cabo is dat het verwarmingssysteem compleet doorloopt tot in de cabine. Zo kun je ook zien dat hier radiatoren in zitten en ook de vloerverwarmingsmat die helemaal doorloopt. De camper is afgewerkt met de bekende busspiegels. En hiervoor kunnen we het eigenlijk al zien aan de mooie neus dat alle Cabo campers gebouwd worden op een Mercedes-Benz. Standaard voorzien van dagrijverlichting en LED koplampen, evenals de mistlampen. Ook is het een leuk detail dat elke Cabo Royal, Crown of Imperial serie voorzien is van een 3D printplaat. Dus het is geen sticker, het is echt een 3D effect wat in de plaat gespoten is. De ramen die zijn allemaal verzonken, het zijn de Dometic inlegramen. Hieronder hebben we nog een mogelijkheid om spullen in op te bergen. En je komt hier aan de achterkant uit van jouw skibak. De deur is van hardtal. Hij is voorzien van drie scharnierpunten, waardoor hij goed afsluit. Ook te horen als je hem dicht doet. Verder is deze camper ook voorzien van een elektrische luifel aan de bovenzijde. Hier hebben we nog een mogelijkheid om spullen in op te bergen. In de dubbele bodem.
Buitenaansluiting 220 12 volt en invoer voor televisieantenne. De cassette van het cassettetoilet. En hier aan de achterkant kunnen we hem openmaken. En kom je eigenlijk weer in de garage die van links en rechts bereikbaar is. Laten we deze camper even aan de binnenkant bekijken. Aan de binnenkant van deze camper kunnen we zien dat boven de deur het Dometic bedieningspaneel gemonteerd is. Alles wat in te stellen is, gaat via dit paneel. Denk hierbij aan de verlichting, de koelkast, de boiler, stroomverzorging. Wil je nou meer weten hoe dit systeem exact functioneert en wat er allemaal mogelijk is? Kijk dan even onze andere video waar we het uitgebreid in uitleggen. De toegangsdeur is standaard voorzien van de plissé hoordeur. Aan deze kant hebben we de zit met aan de bovenkant de mogelijkheid om een televisie te monteren. Die dan via deze kant naar beneden komt. Deze kraan is uitgevoerd met stoffenbekleding. Plaats voor twee passagiers met zitgordel. En ze hebben hier ook nog de mogelijkheid om de arm op te leunen door de armleuning. De tafel is gemonteerd op een vast statief. De tafel die kun je eigenlijk in elke gewenste positie zetten. Door middel van los te klikken kun je hem eigenlijk naar voren, achteren of draaien. Zodat je altijd, ook met meerdere personen, lekker comfortabel kunt zitten. Zo. Het meubelwerk van Kabe is afgewerkt met een dubbele scharnieren, twee gasveren en een automatische pushlock-sluiting. Op het moment dat de kast dicht is, dat hij ook vergrendeld is en niet open kan tijdens het rijden. Hiervoor in de cabine kunnen we zien dat het gaat om de Mercedes-Benz. Deze is standaard uitgerust met alle mogelijke opties die er zijn af fabriek van Mercedes. Navigatie, achteruitrijcamera, climate control, start-stop systeem, het zit er allemaal op. Hier vinden we een schakelaar om de watertank te legen op het moment als je boven de put staat. Het verwarmen van de spiegels of eventueel de condensator die voor aan de voorkant verwerkt zit. De cabine heeft ook het stuur een driespaaks leder met aan de zijkant de bediening voor koerscontrole, navigatie en de telefonie. Natuurlijk de elektrische zijraam en ook de elektrische spelbare spiegels aan de buitenzijde. Dan lopen we eventjes door. Dan komen we hieruit bij de keuken. Het is een L-vormige keuken. Voorzien van lades met uiteraard softclose. Aan de onderzijde zijn nog twee prullenbakjes verwerkt. Een uitrekbare snijplank. En een centrale vergrendeling. Op het moment dat je deze omzet, zijn alle lades vergrendeld. En kan het ook niet opengaan tijdens het rijden. Het aardigblad is afgewerkt met een betonlookmotief. Evenals de afdekking van de spoelbak. En aan de bovenzijde van het gascomfort vinden we de afzuigkap die in twee standen in te stellen is. Naast de keuken vinden we de hangkast / droogkast, want hieronder is de kachel gemonteerd. En alle warme lucht stijgt op, komt hier door de droogkast, dus alles wordt automatisch droog. Een 12 volts bedieningspaneel voor eventueel de kachel en het expansievat. Aan de andere zijde vinden we hier de jassenkast, plaats voor twee jassen. En ook in deze kast zit standaard de ingebouwde wifi-router. Daarnaast de tektouwen koelkast met vriezer en zelfs nog een bakoven. Het leuke van deze koelkast is dat je hem aan weerskanten kunt openen. Dus je hebt altijd je hand vrij. Hiernaast vinden we nog een legkast. En dan komen we hier achter in de slaapkamer. Het is een tweepersoonsbed. Aan de achterzijde is het mooi bekleed met een soort Alcantara stof. Twee LED-spotjes met twee oplaadpunten voor USB. Ook een ruimtedetector is standaard aanwezig in de kabel. Evenals de dakventilator die hier gemonteerd is. Hij kan zowel lucht afzuigen als lucht aanzuigen. Standaard de televisiehouder die erin zit. Met daarboven de hotelschakeling om ook vanuit het bed alle verlichting te bedienen. Dan komen we hier in de badkamer. Het is een ruime badkamer met een vast afgesloten douchecabine. Het is een douchecabine met voldoende staarhoogte, zodat je het ook echt kunt gebruiken als een volwaardige douche. Hiervoor vinden we de draaibare toiletpot met een wastafeltje. En achter de spiegel vinden we hier weer opbergingsmogelijkheid. Doordat dit met een schuifdeur gemonteerd zit en niet met een klapdeur, even kijken. Zo. Heb je altijd de optimale ruimte zonder dat er een deur midden in de
camper staat. Dan vinden we aan de voorzijde vinden we nog een tweepersoons slaapplaats. Die kun je elektrisch naar beneden laten komen. Ik zal hem een stukje naar beneden doen. Dan heb je ongeveer een idee. De stoelen die kun je natuurlijk naar voren klappen, zodat die in zijn geheel wat verder naar beneden kan. Maar het is allemaal elektrisch aangestuurd. Evenals aan de voorzijde bij het voorraam heb je je verduistering, wat natuurlijk elektrisch naar beneden gaat. Die kun je ook instellen dat die van de onderzijde omhoog komt, zodat mensen niet de camper inkijken, maar jezelf wel naar buiten kunt kijken. Zo. Verder vinden we hier in het dak boven de zitgroep nog een Heki 2 luik. Het is een groot panoramaluik, dat zorgt voor extra veel lichtinval en wat betere ventilatie. Wederom voorzien van verduistering en vlieghoor. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je nou interesse hebben in deze camper of een van onze andere modellen, kijk dan even op www.degreef.nl of kom langs in onze showroom in Graven.